Ja, goedemiddag. Dus ik ben Tom Houtkeet. Belangrijk is misschien, ik heb een bureau, daar ben ik alleen eigenlijk, dus ik werk eigenlijk altijd alleen. Ik denk wel dat dat belangrijk is, om even te melden, hoe dat ik omga met een aantal zaken. Als je nu met een bureau hebt met 10 of 20 man, ik kan me voorstellen dat er een aantal zaken moeilijker of gemakkelijker zijn. Bij mij, mijn voordeel is, omdat ik alleen werk, is ik heb totale vrijheid, ik doe en laat wat ik wil. Als ik 's avonds of 's nachts te laat ben gaan slapen, kan ik wel later beginnen. Moet eigenlijk met niemand rekening houden. Als je grote opdrachten doet, komt ook al een brol en alle probleempjes en zo, die komen ook allemaal via u. Ik vind dat wel, op den duur weet je dat wel, maar het zou zo, ik kan dat eigenlijk niet filteren of zo. Dat komt allemaal via mij. Dat is wel belangrijk. Ik heb hier zo wat opgeschreven. Soms. Ja, ik ben eigenlijk al lang bezig. Ik mag al lang veel grafische opdrachten doen. Het is een beetje grappig, maar deze is mijn eerste logo dat ik ooit gemaakt heb. Deze nu. Dat is toevallig. Ik weet niet of ik een expert ben. Ik heb wel ervaring. Ervaring met briefings. En dat is eigenlijk heel simpel. Er is eigenlijk maar één ding dat je moet doen. Dus denk ik, tijd maken, naar een opdrachtgever gaan. En een gesprek voeren en proberen te doorgronden. Voilà, dank je wel. Nu is het volgende. Nee, is niet waar. Ik heb een beetje een presentatie gemaakt naar met mijn eigen werk, hoe dat gegaan is. En zo. Ik hoop dat een beetje interessant is. Dat is al het volgende. Ja, dit is een hoes dat ik gemaakt heb voor Intergalactic Lovers. Die vroegen voor een hoes te maken. De titel was Heavy Little Burdens. En eigenlijk is hier, dat ontwerpproces is echt 3-4 maanden later gestart. En eigenlijk we kwamen elkaar, dat begon met een briefing. Een briefing, een gesprek, dat liep een beetje doorheen. En we hebben denk ik 3-4 maanden aan babbelen, ideeën aan het uitwisselen, zonder dat het er eigenlijk getekend of een idee was. En gewoon zoeken van hoe kun je dat beeld nu... Ik wou eigenlijk heel graag een beeld maken met die plaat, waar het er nog een beetje vragen, wat je die zegt, van dat een beetje bevreemdend was. En de titel is Little Heavy Burdens en dat gaat over verhaaltjes die voor een persoon belangrijk zijn, maar voor iemand anders totaal onbelangrijk. Hoe kunnen we dat nu visualiseren en wat vonden zij dan belangrijk? Ik heb dan gekozen voor het idee van, eigenlijk als de pakt de bomma en die een hondje, en dat hondje komt te overlijden, dan gaat hij dat opzetten. Dat is voor mij een heel raar idee, dat hij dan heel blij is met een dood hondje. Maar voor haar is het dan een levend beeldje. Allee, dat wou ik eigenlijk visualiseren. En dan die bassist van de groep die zei, ik heb eigenlijk een onkel. En die ziet er zo uit, perfect voor te doen. Dus die mens kwam binnen in de studio bij de fotograaf en die had dat vloeren, hè, man. En ik zei, dat is het, je moet echt niks anders aan. Dat is perfect wat we er nodig hebben. Maar het is eigenlijk echt door babbelen en babbelen, dat we eigenlijk tot zoiets kwamen. Moet ik even zien. Ja, ik denk, wat dat belangrijk is in dat gesprek, is je moet durven vragen stellen. Je moet het gesprek durven aangaan. En het is eigenlijk belangrijk dat je een goed contact opbouwt. Ik heb eigenlijk nooit een contract met geen een van mijn opdrachtgevers. Ik probeer ook altijd opdrachtgever te zeggen en niet klant. Omdat een klant, dat klinkt zoiets... misschien is dat fout, maar voor mij klinkt dat als iets dat je zo in de winkel vlees gaat kopen. Of zo. Allee, zo in een beginnouwerij of zo. Dat, meestal ken ik die op de deur wel goed. En ik vind dat je zo moet proberen aan te voelen als je er binnenkomt. Naar welke muziek luistert die en wat voor mensen zijn dat? Ook bijvoorbeeld die doelstellingen, wat willen ze ermee bereiken? Zeker voor een product dan. Is dat haalbaar of is dat niet haalbaar? Of ik heb bijvoorbeeld ik moest eens gaan praten met de koningin Elisabeth-wedstrijd voor een heel nieuwe identiteit. En ik kwam er binnen en dat was heel posh en heel raar. Maar eigenlijk wouden die mensen die zeiden van, ja, we willen zoiets dat je allemaal doet voor Rock Werchter. Ja, ik zeg, ja, maar gollen zit de koningin Elisabeth-wedstrijd. Ja, we willen echt zo naar jong publiek en dingen. Ik zeg, ja, maar dat is toch met de koningin die zo binnenkomt en iedereen zo braaf klapt. Ja, maar dat moet blijven, hè. Maar al die andere dingen, maar zo die podia en dingen. Ik zeg van, dus dat gesprek is dan geëindigd van, ik denk niet dat ik de juiste man ben voor dat te doen, man. Maar dat kwam echt door dat gesprek, dat je zo zei van, dat is hier geen goeie. Die zijn trouwens nog niet veranderd, denk ik. Het is nog altijd hetzelfde gebleven. Al goed.
Ja, en dan is er eigenlijk ook nog iets dat wel van belang is, denk ik, dat je probeert te, in de briefing eruit te halen, is, zijn er technische beperkingen, is er van materialen, zoveel mogelijk. Ik heb dat eigenlijk, voordat ik grafische ging studeren, heb ik productontwikkeling gestudeerd en daar werd dat er echt in geramd dat een briefing heel belangrijk was. En, ja, vooral, we moesten dan rekening houden met de mogelijkheden van machines en alles wat dat kon, want anders ik kon wel van alles bedenken, maar als dat niet uitvoerbaar was, was dat natuurlijk niet zo heel interessant. Ook qua timings en zo is dat natuurlijk belangrijk, is dat haalbaar? Als die een opdrachtgever zegt, ja, het is tegen gisteren, hè, dat gebeurt, dat grapje. Maar is eigenlijk geen grapje, dan weet al ze van, oei, dat is hier geen toffe. Dus deze is eigenlijk een, ja, iets dat ik gemaakt heb hier in het MES. Dat was de vraag van een architect, Willem-Jan Neuteling, die vroeg mij om een, ja, iets te maken. Een soort kunstwerkje. Dat klinkt een beetje pretentieus, maar... dat hij doet dat eigenlijk in al zijn gebouwen, werkt hij af met ornamenten. Buiten doet hem dat met die handjes en van binnen moest er ook iets komen. We gingen dat gieten in metaal, dat was, het, dat was in de briefing zo gezegd. Ja, er waren ook, dus 3000 keer ging dat in dat gebouw geplaatst worden, maar er waren ook, moest daar soms een watersprinkler in verwerkt worden en soms moest er ook de mogelijkheid zijn zo dat eruit te halen met buizen en toestanden en allemaal. Dus, ja, ik dacht van, ja, wat ga ik doen? Ik ga iets maken, een soort medaillonnetje, dat ook eigenlijk in, ja, in Antwerpen hebben we niet onze eigen putdeksels, wat dat in andere steden wel is. Ik dacht van, nou, ik ga zoiets doen. En dan ben ik eigenlijk gaan zoeken naar beeld en kwam hierop. Dat is het beeld van, de, van een Italiaanse architect, Scamozzi. En dat is de stad Palma Nova en dat is de ideale stad in die tijd. Dat bestaat vandaag nog, dat ziet er vandaag zo uit. Dat is eigenlijk nog altijd hetzelfde. Dus ik heb dat dan eigenlijk verwerkt, die grijswaarden, die verschillende grijswaarden, is eigenlijk de rekening houden voor de verschillende dieptes waar het metaal in zou gegoten worden. Ja, ik heb dat er nu bij gedaan, dan hebben we Tom Lanois gevraagd voor een tekst te maken, een rondeel, dat er dan rondkwam. Dat is eigenlijk een gedicht dat blijft doorgaan. Dus waar het eerste woord is het laatste woord en je kunt dat blijven lezen. Dus je moet eigenlijk beginnen bij waar... Waar water waakt en waar. Wacht, hè. En wat er bewaard was, later werd bewaard als waar. Dus die waar zijn twee keer en je kunt dat eigenlijk doorgaan. Dat was wel wat hier interessant was, maar dan niet veel met briefing te maken, is dat een Tom echt met enkel de klinkers van Antwerpen dingen. Die begon echt te ontwerpen met letters. Wat dat voor mij verschrikkelijk is, omdat als ik een tekst zou moeten schrijven, dan zie ik echt alle woorden van de wereld en ben ik helemaal te flippen. Visueel lukt mij dat meestal wel, maar met woorden niet. En hij had dat helemaal andersom. Maar ik was er zo door gefascineerd dat ik dan eigenlijk mijn A's en mijn W's ook op puntplaatsen heb gaan zitten. Er is nog nooit iemand die dat gezien heeft, maar dat is toch interessant op een lezing. Hè? Nee, dat is wat. En dus dat is het dan eigenlijk geworden. Dat was eigenlijk, heel dat proces met die dingen was eigenlijk op een week in orde, omdat dat eigenlijk zo vlot ging, samenwerken, pingpongen met een Tom, met die architect, wat hebben we nodig, en voilà. Dit is ook zo'n project, dat je gevraagd hebt, dat is de signalisatie van Muntpunt in Brussel. Dat heb ik samen met B-architecten gedaan, en eigenlijk wat we daar gedaan hebben is, ja, eigenlijk heel simpel, voor dat duidelijk te maken, is de verdiepen of de halve verdiepen opdelen in kleuren. Ook voor, dat was ook een taalkwestie, wat dat eigenlijk niet moest van die mensen. Dat mocht allemaal in het Nederlands zijn. Maar ik dacht van, ja, je kunt dat eigenlijk niet maken. Dus we hebben het allemaal in kleur gedaan. En ben ik eigenlijk een visuele taal gaan zoeken die ik er eigenlijk op kon toepassen in heel dat gebouw. Dus dat was dan zoiets. En dan per verdiep kon je dan eigenlijk blauw, zonder dat je eigenlijk tekst moest gebruiken, wat dat interessant was, want dat vroegen ze dan. Dus dat is eigenlijk de blauwe verdieping en dat is de balie. Zo. Ja. Zwart. En dan nog eentje voor dat, met die techniciteit en die beperkingen. Deze was, iets, was een affiche dat ze vroegen van het Vlaams Muziekcentrum en het Nederlands Popinstituut. En er was een festival in Berlijn, ze gingen daar een avond doen. De vraag was van, voor een affiche te maken. Met vier groepen, dus twee Nederlandse en twee Belgische. Maar er was eigenlijk totaal geen budget.
En ze wouden, omdat dat een festival was waar dat enorm veel affiches hingen, moest het ook nog opvallen. Dat was de briefing. Ik zeg, ja, oké. Okay. Dus wat ik dan gedaan heb, is een ontwerp gemaakt, eigenlijk met mijn idee van, ik vraag gewoon aan die drukker van 2 torens inkt te vullen, 1 oranje voor de Hollandse groepen, en dan maak ik deze. Dan hebben we een tweede affiche dat we met die 2e toren, dus steken we blauw in, en dan maken we deze. En dan zeg ik, dan zetten we 2 torens open. En dan hebben we nog een affiche. Dus dan hadden we eigenlijk 3 affiches voor eigenlijk de prijs van 1. Maar ik heb wel 3 ontwerpen gefactureerd. Nee, dat is nieuw. Wow. Ja, voilà. Deze is eigenlijk werk dat ik doe voor het theater, voor de Rovers. Dat doe ik eigenlijk al lang. Wat is specifiek daar met die briefings? Die briefings, ja, ik ken die mensen ondertussen al wel heel goed. Maar wat daar speciaal is, of speciaal, dat is niet gelijk dat je nou een product of dat is zo. Theater, dan lezen we eigenlijk eerst, nemen we samen de tekst door, de korte, allez, niet de tekst, niet heel de tekst, maar de korte inhoud. Maar dat is natuurlijk voor alle theatergezelschappen hetzelfde als een stuk spelen. Wat ik dan wel probeer, is te achterhalen wat voor decor gaat dat zijn. En zo de gevoeligheden die daarin zitten. En dan probeer ik daar eigenlijk mee te werken. Voor een beeld te maken. In een tijd, ik heb heel veel affiches voor het Paleis hier. Dat is het jeugdtheater in Antwerpen gemaakt. Voordat ik dat deed, was dat eigenlijk de persoon die de communicatie deed, die regelde dat allemaal met een ontwerper. En ik zei van, ja, ik zou toch precies wel willen dat ik even met die regisseur kan praten. Of met de mannen die een decor doen. Gewoon omdat dat belangrijk is, stelt dat je een beeld maakt dat super kleurrijk is, maar die regisseur wil daar een heel donkere, zwarte voorstelling van maken. Dat klopt al niet. Dus ik vond dat heel raar dat ze een idee. Nu, bij de Rovers loopt dat meestal gesmeerd. Deze was bijvoorbeeld een stuk wat ik... Ja, dat is een stuk dat speelt zich af in een Chinees restaurant. En er speelt een van die mannen en zijn tand kwijt. Dat begint allemaal nogal grappig. Maar dat wordt ook vrij dramatisch, want die mens gaat er rond dood. Dus met een ontsteking. En het idee was eigenlijk van een affiche te maken die plezant oogde. En als je dan na de voorstelling naar buiten kwam, dat lakje van die tent eerder groen was. Allee, zoiets. Dat is er nog zo eentje dat ik gemaakt heb. En deze is één dat ze nu aan het spelen zijn. En dat is ook eigenlijk in de briefing ontstaan dat idee van hoe gaan we dat doen. En dat is eigenlijk een stuk waar dat er een persoon een dorp binnenkomt na zoveel jaren. Die heeft heel veel geld en die doet een voorstel dat heel dat dorp overhoop haalt. Het is een soort gevaar dat dat inhoudt. En in heel dat stuk komt er een zwarte panter voor, maar die laten ze nooit niet zien. Dus ik vond dat wel interessant van... Dus de mensen gaan naar dat stuk en ze kennen die affiche dan, of dat hangt aan het theater, dan zien ze die zwarte panter. Die komt wel in dat stuk qua geluid en er wordt heel veel over verteld, maar die komt niet in dat stuk voort. Dus vandaar heel interessant van die erop te zitten. Wacht, hè. Dan moet ik eens even zien. Juist. Ja, deze is eigenlijk een... ik heb dat eens uitgetekend. Het is eigenlijk voor mij een hulpmiddeltje. Misschien is dat wel handig voor ontwerpen te maken. Objectief. Daarmee bedoel ik echt de objectieve briefing. De zagen wat een opdrachtgever komt te zeggen. Wat hij wil. Al die zaken, je schrijft die op en dan kun je eigenlijk een ontwerp. Je zou een ontwerp kunnen maken, puur gewoon zijn goesting. Dat is objectief. Je kunt er ook natuurlijk liefst je eigen dingen een stuk mee doen. Dat is subjectief. Waar die 2 samenkomen, denk ik, dan zit er wel meestal al goed. Allee, goed. Dan kom je wel tot ergens iets. Is die een opdrachtgever? Dat is ook weer dat gevoel. Is die wat meer ook in rol? Dan kun je die beter naar u trekken. Met Werchter kan ik die meer naar die subjectieve kant trekken, bijvoorbeeld. Wat er nog bij komt, wat dan zeker interessant is in ons job, is dat het ook grafisch interessant is. Dus als dat ergens in het midden is, dan is dat voor iedereen plezant. Als dat ergens tussen rood en blauw is, is dat voor de ontwerper eerder plezant. Als dat tussen groen en rood is, dan is de ontwerper meestal niet zo blij. Maar dat werkt wel voor zo'n beetje... voor mij werkt dat wel voor
voor daar een beetje mee om te gaan, van hoe moet ik daar nu zitten, wat wilt je nu? Je kunt dat eigenlijk ook goed doen voor ontwerpen te maken. Hè. Ik heb iets gemaakt wat hij vraagt, ik heb iets gevraagd wat ik denk dat hij nodig heeft. Dat is ontwerpje 2. En ontwerpje 3 is, ik heb gewoon keihard mijn eigen goesting gedaan. En heel veel merk ik dat dan een opdrachtgever zegt van ja, eigenlijk hetgeen dat je zelf voorstelt, is eigenlijk nog veel toffer, ik had er niet aan gedacht. Maar op die manier. En dan is dat een hulpmiddeltje. Voor mij. Waarom is dat zo belangrijk voor ermee om te gaan? Ik denk, in alles wat we doen en wat ik mag doen, en, is het van belang, als je zo ook nu zaken laat zien, dat je zegt van mij, dat je dat allemaal mag doen. Uiteindelijk, je opdrachtgever is degene die beslist of dat doorgaat of niet. Dat moet je niet vergeten, denk ik. We zijn er. Dat is, hoe noemen ze dat, toegepaste kunst? Dat is niet onbelangrijk. Voor mij, ik vind dat heel plezant. Als ik helemaal vrij ben en mag doen wat ik wil, dan begin ik een beetje te flippen. Ik heb dat niet graag. Ik heb liever dat dat... nu doen we bijvoorbeeld voor een rockfestival, daarna maak ik een logo voor een fietswinkel, en dan moet ik niet aan het ander denken of zoiets. 2 jaar geleden op Us By Night was er Alex Trochun, een... typograaf uit Brooklyn, ik denk dat hij oorspronkelijk van Spanje komt, en die zei deze, art is about working on your own, and design is about empathy. En ik vond dat eigenlijk, je kunt daar zeker over discussiëren, en er zijn zeker zaken die, in de grenzen en zo, maar ik vind dat wel een goede basis voor van te vertrekken. Wat ik doe, en spreek echt voor mijn eigen, ik vind dat echt, dat is iets, je werkt met andere mensen samen, en ik vind dat super plezant. Vandaar dat ik ook probeer met mijn opdrachtgevers goed overeen te komen. Het is niet dat ik ermee op reis ga, maar dat dat een goede band is. En dat ik ook geen contracten nodig heb. Want stel dat ik een contract heb en die match is er niet en we hebben eigenlijk altijd een bras, dan zou ik dat eigenlijk niet kunnen. Dat is, ik besef dat dat een nadeel is van mezelf. Maar ja, kijk, het is nou zo. Ja. Oké, dus dat samenwerken, dat samenwerken en dat gesprek. En dan is het bij mij eigenlijk altijd proberen te komen, als ik die 3 dingen probeer bijeen te doen, die een objectief, subjectief en grafisch interessant, dat probeer ik eigenlijk te komen totdat je ik ben eigenlijk heel een tijd slechtgezind, dan loop ik zo wat slechtgezind rond. Dan moet ik eens gewoon fietsen, want dan word ik rustig. Totdat ik mijn eigen comfortzone heb gemaakt. En als ik zo'n comfortzone, dan zag ik mijn eigen speeltuintje waar ik dan in kan beginnen spelen, dan voel ik me goed en dan kan ik daar veel verder in gaan. Dus dat is eigenlijk zoiets dat ik echt wel nodig heb. Dat is er een voorbeeldje van, dat was voor een programma op Canvas. En het concept was, Bart Peters die presenteerde dat, en het concept was als je gestorven bent en je ligt er en de mensen die praten over u en grappige dingetjes en zo. Nu, ik wou er geen religieuze symbolen in verwerken, maar we mochten wel zo'n beetje een religieuze schijn hebben, zonder dat er ergens iets in kwam. Ik heb daar dan in jaren 70 kerken en zo gaan zitten en toen was ik zo geïnspireerd geraakt door die glasramen. Zo wat gedaan. Hoop ik een beetje zien. Deze was ook een schetsje daarvoor. Dat was een ander dingetje. Deze was dan een ontwerp, dat is dan ook echt uitgevoerd, dat was de doodkist. Dat was dan zo in glas helemaal. En deze was eigenlijk het generiekje. Ik kon er eigenlijk nog veel verder in gaan, allemaal binnen dat thema van die glasramen en zo. Dat was eigenlijk ook doorgenomen met die mensen. Dus dat was goed. Dat was ook met zo'n tv-shows dat je dat doet, is dat eigenlijk ook de decor. Die zit er ook bij de briefing, omdat je dan eigenlijk alles kon benen. Dan ga ik het subiet nog even over hebben. Zo die samenwerkingen met iets van Werchter. Wat ik nu wou vertellen, en dat gaat Odin straks allemaal weer leggen, denk ik. Het feit dat ik eigenlijk geen pitchen doe. Ik ben er op een bepaald moment mee gestopt, omdat
Eerst en vooral, ik ben grafisch ontwerper, ik zit niet in de reclame, dus dat is al een verschil, denk ik, daarmee. Maar op een bepaald moment, als ze dat vragen, je zult het allemaal wel kennen, dan vragen ze van, ja, doe dat eens een voorstel. Hè? Kunnen een offerte maken of dit en dat. En doe ook al twee of drie voorstellen. Dat moet nog niet goed zijn, hè. Ja, ik ga altijd van, ja, ik kan dat niet, een half ontwerp maken, dat is heel raar. Dan zo van, ja, het is nog niet goed, maar zwart. Dus dat gaat niet, ik kan dat niet. Wat ik nu wel doe, bijvoorbeeld met de identiteit van het kunstenpunt, dat was eigenlijk, ze vroegen een aantal mensen voor dit ontwerpen, en ik zei van, ja, ik ga niks ontwerpen, maar ik wil wel een gesprek aangaan. Ik wil wel naar u komen en een gesprek aangaan, ik wil het erover hebben. En ik wil natuurlijk ook wel een offerte maken, dat is dingen. Maar echt dat ontwerpen, ik ken je organisatie nog niet. Ik weet eigenlijk niet wie dat je wil zeggen, ik weet niet wat je wilt. Voor mij is dat heel raar dat ze zo zeggen van, dat er een briefing is per mail. Dat vind ik heel raar. Nu, dat gebeurt bij Brechter bijvoorbeeld wel. Als je onze groot project bezig bent, gebeurt dat wel. Als er zo kleine dingen zijn, dan komen we niet altijd over en weer. Maar zeker in het begin en voor grote zaken moet er echt eerst een gesprek in. Wat wil je juist? En dat je zo de sfeer kunt voelen en tussen de regels door. Wat willen ze nu eigenlijk? Wat vinden ze niet goed? En dat marcheert altijd. Ik win er eigenlijk altijd heel veel tijd mee. Door de tijd dat ik voor dat gesprek maak en er naartoe te gaan, win ik sowieso tegenover dat ik dat niet doe. Als ik dan zo met een mail stel, van, ja, maar dat bedoelden we niet. Of ik weet niet waar, dan moet je toch 3-4 keer opnieuw beginnen. Zo. Dus voor mij is dat eigenlijk iets waar ik heel veel tijd mee win. Maar daarom zeg ik ook van, ik werk alleen. Dat is natuurlijk wel belangrijk in die zin. Ja, sowieso moet je dat doen. Ik ben een ontwerper, ik ga er naartoe. Dat is iets anders dan, denk ik, zeker in reclamebureaus, waar ze met accounts werken. En ik heb niks tegen accounts, maar ik vind dat wel raar soms dat die dan dat doorzeggen aan een ontwerper. Omdat die dan die gevoeligheden niet... Voor mij is dat ook belangrijk als je bij een opdrachtgever ziet, dat je weerwoord kunt zeggen, ja, maar zou je dat niet zo doen of zo? Ja, maar nee, ik wil dat echt zo, dat er eigenlijk een gesprek is. Dat win je gewoon al heel veel mee, denk ik. Wat wil ik nu laten zien? Ah ja, die Radio 1. Dus als ik dan op die kunstenpunt ga en ik ga dat gesprek aan, dan laat ik altijd deze zien. Dat is eigenlijk de ontwerpen dat ik gemaakt heb voor Radio 1, voor tot die logo te komen. En ik laat dat eigenlijk zien om de mensen ervan te overtuigen, ze weten dat ook meestal niet, dat zo is bij een ontwerper van, ja, en maakt al eens twee of maakt al eens een ontwerpje, zonder dat je die organisatie of dat bedrijf kent, dat voor mij niet werkt. Ja, dus, deze toch wel, sorry. Dit was het logo, het eerste logo voor Radio 1 en dat was eigenlijk goedgekeurd. Dus ik was er naartoe geweest en ik had dat laten zien. En, ja, het is zo'n grafisch grapje, ja, die 1 is ook de R. Die 1 met eigenlijk, dat is ook de R. En ik reed naar huis. En ik zeg, oh, het is echt, ja, ik vind eigenlijk niks. Ik fix het nu al bij. Het was zo'n beetje gelijk, ken je dat, die kleren van Desigual? Hè? Dat is zo... Dat zit zo rap, hè. Zo van, oké, dat is dat. Dat is een plezante reken, maar eigenlijk is dat niet tof. Eigenlijk is dat zeker niet voor zoiets. Dat moet langer gaan. Dus en dan laat ik dat... Dat zeg ik ook, van, dat is ook niks mis mee. Dat is een ontwerpproces. En dan ben ik eigenlijk beginnen zoeken. En er zit van alles tussen. Dat is zeker niet allemaal goed, maar dat is eigenlijk allemaal zo'n idee dat ik zeg van, zie, en zo gaat dat eigenlijk. In gesprek daarover met die mensen. En die zeggen dan bij de VRT van, ja, dat is wel goed of dat is niet goed. Deze is eigenlijk zoiets... Ja, ik vond dat eigenlijk zelf niet goed, want dat kon die 1 kon even gewoon 2 zijn. Dus dat is eigenlijk niet echt een karakter. Als je dat kon er wel invullen. Dus we hebben eigenlijk van alles gemaakt. Ik zeg altijd we, dat is ik in mijn ego. Deze was niks, maar dat heb ik dan daarna voor de Hive gebruikt bij Werchter. Radio 1, ja, allemaal dingen soms zeer klassiek. Allemaal is geprobeerd, deze was te veel NPO. Van alles, hier komen we dan. Eigenlijk was dat bijna wat het geworden is, dus deze is dan geworden. Dat was eigenlijk zo, dat idee was, ik wou dat eerst niet laten zien omdat dat zo simpel was. Maar dat komt eigenlijk door al die andere dingen te maken, dat ik toch eigenlijk tot deze, dat ik zeg van, ja, eigenlijk de briefing was zuiver, puur, simpel, informatief. Ik zeg, joh, eigenlijk kon dat toch laten zien. Dus voilà. Maar dat had nooit niet. In het eerste was ik zo meer aan het denken, die eerste ontwerpen van, oh, dat moet iets speciaals en dit, terwijl dat eigenlijk heel simpel mocht zijn. Met de slogan, met kleurgebruik
in mijn toepassing. Dus als je dat laat zien aan de mensen, dan, aan de opdrachtgever, meestal snappen ze dan wel van, ah, oké, ja, dat is meer, ik kom dan, er is meer aan de hand, en zo maakt hij ze gauw drie ontwerpjes. Dat is zo, het is belangrijk wat die opdrachtgever ook zegt, en dat je dat gesprek aangaat, ook, niet alleen in de briefing, maar ook daarna, heel dat ontwerpproces. Dat is ook het plezante eraan, vind ik, voor mij. Ik ben dat gaan zeggen, maar dat is niet dat ik dan zeg, je moet absoluut met mij in zee gaan, maar ik vind wel, eender wie je kiest, is eigenlijk een persoonlijke, allee, het is eigenlijk, ja, het is toch een beetje een persoonlijke band dat je aangaat met een grafisch ontwerper. Misschien heeft dat ook te maken dat ik, weer al, dat ik alleen werk en niet in een grote firma met heel veel volk. Dat zal zeker anders zijn, maar ik voel dat toch zo van. Dus vandaar ook ervaring en niet expert. Sorry. Dus dan was dat eigenlijk, allee, ik mocht dan die opdracht doen, dat was dan kunstenpunt. Daar was de briefing, was eigenlijk dubbel. Ze zei van, ja, we zijn kunstenpunt. En in het Engels heet dat Flanders Arts Institute en we hebben eigenlijk één logo nodig. Wat dat zij deden is, of wat dat zij doen, is, ze staan eigenlijk tussen de artiest, de kunstenaar en de overheid. En zij zitten eruit tussen en zij overbruggen dat. Als je met een probleem ziet, bijvoorbeeld van subsidie, en zo kun je naar die mensen gaan. Maar ja, natuurlijk was dat een beetje een probleem voor een logo te maken van dat één is één woord, kunstenpunt, en dat andere is drie woorden. Dat was een beetje lastig. Dus ben ik eigenlijk tot een oplossing gekomen, namelijk een alfabet te maken voor hun, waar dat eigenlijk overbruggingen in zitten. Eigenlijk heel direct, eigenlijk, ja, echt dat objectieve... objectief, wat dat zij vroegen, toegepast op een grafische manier. Dus deze was dan het logo voor de kunstenpunt. En deze was dan de Engelse versie, die dan eigenlijk toch hetzelfde was. Allee, broer en zus. Dus dat ene was met één streepje en de andere met twee streepjes. En dat konden eigenlijk heel gemakkelijk toepassen. Konden zij ook heel gemakkelijk gebruiken in alles wat ze deden. Of voor de signalisatie. Voilà. De barn, dat is een grote tent dat we ontworpen hebben bij Werchter. Nu, Werchter mag ik al lang doen. Wat daar belangrijk is, en dat is echt een groot verschil met andere organisaties, zeker met overheidsinstellingen, is de gemakkelijkheid waar het allemaal mee gaat. Als je daar een briefing hebt, als we daar, of in het ontwerpproces, dan zitten eigenlijk altijd de juiste mensen allemaal bij je direct. En dat is eigenlijk iets dat je moet eisen, vind ik, als ontwerper. Als je ergens naartoe gaat, dat je de juiste personen hebt. Dus als je ergens in gaat van, ja, maar degene die dat normaal doet, die is er niet, maar zal ik dat wel even doen? Dat we eigenlijk moeten dan weigeren, moeten terug opnieuw een afspraak maken, want dat is gewoon meestal, 9 van de 10 loopt dat fout. Bij Werchter is dat niet zo, als we iets maken, dan is het eigenlijk iedereen zit bij hen. Want ik kan wel ideetjes hebben, maar zij moeten rekening houden met van alles, met stormen, met mogelijkheden, dat moet op en af gebouwd worden natuurlijk. In dit geval, de barn, is dat eigenlijk, was het allemaal een beetje in extreme. Dat is de grootste tent ter wereld. Dat is een grote sportpaleis. Dat was de briefing. We gaan iets, en jij moet zien dat... het is eigenlijk echt een tent die er staat. Dat is een constructie die bestaat. Allee, die kunnen ze uitbreiden. Dat is gigantisch allemaal. En jij moet zien dat je dat niet ziet. dat een saai tent is. Dat was eigenlijk een beetje de briefing. Dus ja, ik heb dat schetsje nog van waar ik vertrokken ben. Dat toen ik dan echt op mijn fiets. En dan ga ik fietsen en dacht ik, misschien zoiets. Ja, er stonden op dat blad allerlei schetsjes. Want ik zet dat niet bij alles goed idee, maar dan wist ik daarna, dat was een goed idee. Dus dat was eigenlijk het ideeke. Dus dan kom je eigenlijk terug met die gasten samen. Ik had dat sowieso een beetje uitgewerkt van, ja, zoiets zou dat moeten zijn. En ik zei ook zo van, maar dat ziet dat als de avond voor Kerstmis onder de kerstboom, dat je er zo onder ligt, wat je dan ziet zonder de kerstboom. Dat is een beetje het idee.
Ja, dus die mensen zitten allemaal bijeen. Dat is eigenlijk wel heel plezant. Die beginnen allemaal mee te denken ook. Van, ja, oké, er is niet iemand zegt van, je bent helemaal zot. Dat, is echt, dat wordt eigenlijk heel goed opgepakt. En dan is eigenlijk mijn ingenieurs. En dan komen we eigenlijk tot hier. En dat is direct met kostenberekening bij van, is dat haalbaar? Hè? Want ik had eigenlijk liever 4 niveaus gehad. Maar dat was direct 100.000 euro duurder of zoiets. Ik weet het niet meer. Dat gaat over veel geld. Dus ik zeg, ja, mijn 3 ook. Dat kan ook. 3 niveaus ook. Ja, dat is allemaal heel groot en zo. Maar als we dat maken, is dat eigenlijk met 3-4 mensen. Allee, dat is eigenlijk allemaal heel sympathiek en klein. Dus deze is dan eigenlijk het ontwerp dat ik gemaakt heb. Als ik van hun die tekening kreeg, die technische, van hun, ging daar rekening mee houden. Ik zeg, dan gaan we dat zo doen. Dan is dat eigenlijk, want die zitten dan ook bij. Degene die dat moet, dat is eigenlijk met allemaal met doeken die dat printen. Die zitten eigenlijk ook al vanaf bij de briefing erbij. Want dat ze kunnen zeggen van, is dat haalbaar of niet? Dus dan zijn dat eigenlijk zo'n zaken, dat teken ik dan terug helemaal zelf helemaal in, dus het wordt zo helemaal uitgerekend. En hier zie je eigenlijk, als we aan het bouwen zijn, hoe dat ineens zit. Dus eigenlijk allemaal stellingen waar dat doeken voor hangen. Ja, ik heb hier zo zelf gefilmd in een golfkerkje. Je zag eigenlijk daar nog achter proberen met de zon, dat was veel te doorschijnend. Je zag die stellingen, dus dan hebben we eigenlijk daarna nog doeken er tegen hangen dat je dat niet kon doorzien. Dus dat was aan het eindresultaat, s'nachts met het festival. Dat was dan nog niet alles. De binnenkant moest ook nog gebeuren natuurlijk, dat is deze. Dat is ook eigenlijk, ik begin zelfs niet te ontwerpen voordat ik die, wat ze eigenlijk eerst doen is het podium helemaal maken, zetten. Dat is met Stagico, maar dat is allemaal in een pot net daar. En krijg ik eigenlijk die tekening en daar begin ik op te werken. En die zwarte vlekken, dat zijn de schermen. Dus die worden ook al mee in de tekening opgepakt. Dus dat is dan een foto van hoe dat was. En dat is de verlichting. Dat wordt eigenlijk ook gedaan. Dat ik zei van, ja, ik wil daar eigenlijk een soort van chaos creëren binnen dat groot gegeven. En hoe doe je dat zonder dat helemaal vol te hangen? Dan hebben we zo, ja, ik had eigenlijk een idee van mijn dochter. Die kwam met deze af. Ik zeg, ja, dat is het. Dat kunnen we eigenlijk op een heel simpele manier... simpel is dat niet. Kunnen we eigenlijk dat overbruggen. En dat helemaal vol hangen. En dan gaan die mensen eigenlijk direct... En daarom is dat zo belangrijk, dat je allemaal samen zit met de juiste personen. Die bestellen dan in China 23 kilometer lichttouw. En deze is eigenlijk de binnenkant. Wel van opzij getrokken, dus je ziet het niet zo heel goed. Maar dat is eigenlijk de binnenkant van de tent. Dus met al die... Met al die touwen. Voilà. Dus daarom is het eigenlijk, denk ik, belangrijk dat je, als je zoiets doet, dat je niet... de haalbaarheid, dat direct gecheckt wordt. Zeker daar. We zitten natuurlijk sowieso met een... dat festival is begin juli. We moeten zien dat dat klaar is. Hè. Als de half juli pas klaar kan zijn, dat is niet goed voor ons. Dan is er niks. En dan haal ik... Ik weet niet hoe lang ik al aan het zeven ben. Nog 10 minuten zelfs. Dat haal ik niet. Nee, deze wil ik nog zeggen, dat is eigenlijk zowel voor briefing, presentatie, al die zaken als ontwerper. Ik ben absoluut voorstander dat er in ontwerpscholen zouden... eigenlijk overal mensen... Ik weet niet of die vakken bestaan, ik geef geen les, maar zo dat er voordracht is. Dat je leert, spreken voor mensen. Ik weet niet of ik dat goed doe, maar ik durf dat wel. Dat is wel belangrijk als je gaat presenteren of als je naar een briefing gaat, dat je dat gesprek durft aangaan. Maar als je erover nadenkt, ik denk dat dat voor elke jonge mens wel supergoed is, in een sollicitatie of zoiets, dat je dat durft. Nu, ook in presentaties, en ik heb dat ook sowieso in een grafiekje gezet. Ik heb dat eigenlijk vertaald van
Paul Ascher, die zei dat in Abstract of Design. Maar ik vond dat zo interessant en dat, voor mij klopt dat wel. Dat is eigenlijk een heel interessante truc voor te presenteren. Dus ja, dat zijn eigenlijk, als je briefing achter de rug is, maar ja, een beetje hetzelfde. Hè. Dan moet je dat gaan presenteren, je komt eraan, je hebt een bepaald verwachtingsniveau en je begint eraan en hopelijk zijn je ontwerpen goed. En de mensen van mij, het is echt heel schoon, het is echt heel chic en goed bezig en dit en geen en dit en dat. Tot een bepaalde niveau van waardering. Nu, 9 van de 10 moeten die dan iets beginnen zeggen. Van ja, maar ja, toch, of dit of geen. Dat is ook belangrijk, dat heet dan participatie, dat is goed. Als je dat weet op voorhand, is dat eigenlijk heel handig. Dus ja, ik noem dat nu tegenwerking, dat klopt niet altijd, maar die moeten zoiets zeggen, ja, maar ze toch niet dit en geen. Dat is goed, totdat je voelt van, oh, hier en niet verder. En dan moeten we wat concessies doen, maar je kunt die eigenlijk incalculeren als je dat weet. Dus bijvoorbeeld met Werchter, met zo'n tent, meestal laat ik er dan een paar logo's af. Of die ik dan wel weet, ik er wil bijzetten. En ik zet sowieso al die logo's te klein. Dus dan kun je zeggen van, hier kan er nog eentje. Hier. Nee, je hebt wel gelijk. Dat is niet onbelangrijk. Ja, je hebt wel gelijk. Dat is goed gezien. Ik zal dat wat groter zetten ook. Nee, dat is geen enkel probleem. Dat is heel goed gedaan. Dat zijn niet allemaal vier. Dan heb je tot daar. Dan heb je een bepaalde hoogte van waardering. En dat moet je stoppen. Als je dan nog verder gaat, dan komt dat niet meer goed. Dus je moet stoppen op die tweede waardering. En dat je kunt dat doen, bijvoorbeeld, een trucje is van over iets anders te beginnen. We kunnen dat ook op een auto zetten, dat ontwerp. En dan, als ze dan ja zeggen, dan weten ze dat ze dat je ontwerp al goedgekeurd hebben. En ze beginnen over iets anders. Meestal is dat. Ik heb deze ook eens verteld op een congres voor allemaal dokters, als ze mij vroegen over creativiteit komen spreken. En die zei, ja, Tom, dat is allemaal goed en wel, maar als wij de waardering eenmaal, als wij ons werk doen, is het wel de bedoeling dat we van boven blijven qua waardering, dat niet zakt. Ik zeg, ja, dat is wel zwaar. Voilà, dat was het wat ik over briefing. Oké, bedankt Tom. We hebben nog even tijd en ruimte voor wat vragen. Dus ik hoop dat je er als ervaringsdeskundige hebt. Ja. Heel kort, we zijn aan het livestreamen, dus als je een vraag hebt, stel ze heel kort en concreet. Dan kunnen we ze ook makkelijk herhalen, dat mensen thuis kunnen volgen. En dan kan Tom er ook meer direct op antwoorden. Is er iemand die de spits wil afbijten met een eerste vraag voor Tom? Het komt wat traag op gang, maar ik voel dat er de eerste gaat komen. Niemand een vraag. Toch wel, op de eerste rij. Is misschien niet relevant voor het onderwerp briefing en briefing, maar is er een reden waarom ik altijd alleen ben blijven werken? Dat is een keuze. Ik heb nooit nagedacht over studio aanbouwen en meer mensen of niet. Werk samen met freelancers, andere inkoppelingen. Ja, dat is wel goed. Ja, inderdaad. Ik zal de vraag misschien even heel kort herhalen. Dus als ik het goed begrijp. Tom, je bent al zo lang bezig, je werkt nog altijd alleen. Is dat bewust overwogen of heb je ook andere pistes overwogen? Ik heb dat absoluut overwogen. Ik heb ook een tijd met iemand samengewerkt, maar ik voel voor mij is dat gewoon veel handiger. Ik ben er een beetje koppig in, denk ik. Ze vragen voor stage te komen doen, maar ik ken dat gewoon niet aan. Alleen, dan word ik heel... dat is heel ambetant. Dat is niet het slechte wil, maar ik ken dat gewoon niet goed aan. Dat zal het manneke zijn. Maar wel bijvoorbeeld animaties en zo voor de VRT, al die zaken die ik doe, daar werk ik wel mee samen, meestal met de Mark Borgion, die dat allemaal animeert voor mij. Dus, dat is niet, en zeker ook met Werchter en zo, dat zijn je ontwerpt dat, maar je kunt dat helemaal niet alleen. Dus eigenlijk meedenken. En eigenlijk, hoe zeg je dat, klein firmakjes maken zo, voor projecten, een klein firmakje, maar dan wel ook zo de juiste persoon op de juiste plaats en liefst niet te veel. En liefst niet te veel vergaderen. Dus ja, dat is een manier van werken dat ik graag heb, maar ik weet niet of dat goed is. Voor mij werkt dat heel goed. Ik kan me voorstellen aan andere mensen. Ja, want als je dan bijvoorbeeld een paar dagen ziek bent, dan zit je ook ziek natuurlijk. Dus, ja. Oké, dat was de eerste vraag. Ik zie onmiddellijk een tweede. Kan je iets leren? Hoe zijn die mensen juist ertoe overtuigd om dat mee te gaan? Want ik vond
Zal ik? Oké. Okay. Dus ja, om misschien toch de kort de vraag te herhalen. Dus we hebben het voorbeeld van de Barn gezien van Rock Werchter. Het is een, ik vertel het misschien heel fout, maar het is een vrij eenvoudige grafische weergave, als ik het zo mag zeggen. Hoe heb je mensen kunnen overtuigen om in dat idee mee te gaan? Ik denk dat daar specifiek bij Werchter heb ik heel veel vrijheid, omdat ik dat al lang doe. Ik doe dat al sinds 1999. Dat is echt al 20 jaar dat ik dat mag doen. En, dus die kennen mij wel ondertussen goed en die weten wel van... ik weet ook van hun, ik zal het anders zeggen, ik weet ook van hun dat ze iets speciaals willen, omdat ze eigenlijk het grootste en beste festival willen zijn. En zij zijn eigenlijk de podiumbouwers van Stagico die de grootste podia kunnen bouwen. Die dat ook doen voor Stones en voor U2 en weet ik veel wat allemaal. Dat bouwen ze allemaal. Dus als ze dan zelf met iets naar buiten komen, willen ze ook dat dat iets is waar de rest van de wereld jaloers op is. Want ze verhuren dat ook niet, dat is echt enkel voor hun. Dus voor de rest... Mag ik zelf even van die twee vragen één vraag mixen? Zeker. Hoe heb jij ooit Rock Werchter kunnen overtuigen als één persoon om met hun samen te werken? Want dat is ook een risico, neem ik aan. Als je ziek bent, net voor het festival of midden in de print. Dat weet ik eigenlijk niet. Zelfs straffer, zonder dramatisch te zijn. Ik heb 2 jaar geleden een tumor gehad. Dat is een andere sfeer. De zaal is stil. Ja. ik wilde niet. Maar toen ben ik ook nog weer teruggegaan van, zie mannen, deze is manneke, ik moet naar onder chemo en heel de zever. Dat was heel tof. Die zei dat, maar de festivaldirecteur, die zei van, Tom, dat is goed. En die gaat nu keiveel tijd voor na te denken over volgend jaar. Ja. Dus dat was... Mm-hmm. Want ik wist dat ook niet. Ik dacht van, voor hetzelfde geld zeg je nu van, het is gedaan. En ook, omdat ik dat toch gezegd heb... Wat ik nu altijd wel zeg tegen Werchter, als ik zoiets doe, dan zeg ik altijd, maar ik moet echt zoveel foute medicamenten pakken toen, dat ik gaf me al licht, dus ik kan er eigenlijk niet aan doen aan al die zottigheid. Dus dat helpt ook wel. Nee, maar we hebben eigenlijk een hele goede band. Je doet dat al zo lang. Nog een vraag van de eerste rij hier. Ja. Is er dan bij jou niet bang van, maar eigenlijk kan ze denken dat ik niet weet wat ik wil? Mag ik de vraag kort samenvatten? Zeker. Dus we hebben het voorbeeld van Radio 1 gezien. Ja, sorry dat ik in de herhaling val, maar dat is toch belangrijk voor mensen die op hun laptop volgen, dat ze mee zijn. Dus we hebben het voorbeeld van Radio 1 gezien. Er zijn heel veel voorontwerpen of ideeën doorgegeven. Kom je dan onzelfzeker over, heb ik een beetje tussen de lijnen door verstaan? Of hoe reageren ze daarop als klant? Onzelfzeker zou ik niet durven zeggen. Alhoewel, zelfzeker moet het denk ik ook niet overkomen als ontwerper, want dat is heel pretentieus. Ik ben nog altijd bij elke opdracht zenuwachtig van, kan ik dat hier kunnen of niet? En ik denk dat dat heel, heel, heel goed is. Want het andere, alle andere dingen zijn gewoon heel pretentieus en dat is gewoon niet goed. Maar bij Radio 1, er zijn een hoop dingen bij die ik ervoor maak, maar dat ik ook persoonlijk altijd bij zit. Ik stuur dat niet op. Ik denk dat was nu niet de vraag van de briefing. Maar ik denk dat je nooit ontwerpen zo rap moet opsturen per mail, omdat mensen er dan ook rap naar zien en een mening. En dan komt er zoiets iemand voorbij en die zo, wat is dat jongens, zit jij bezig? En die zien er zoiets naar. Ik denk dat je dat best ook dat gesprek, omdat je dan direct weerwoord kunt bieden. En er zijn er nog ook bij dat ik zeg van, ik heb dat eens gedaan, dat is heel klassiek, maar ik zou dat niet doen en dit en dat. Maar ik heb er nu allemaal wel tussen gestoken. Maar evengoed hetgeen dat dan geworden is, dat je dan zegt van, het was zo simpel, ik had dat... Eigenlijk wou dat eerst niet doen, maar ik denk omdat dat eigenlijk is dat specifiek dat is een logo dat zo hard verspreid wordt, dat je zelf niet onder controle. En je kunt er eigenlijk niks verkeerd mee doen, dat is dat blokje. En dat kun je eigenlijk overal altijd zetten. Er is niet dat er nog Radio 1 onder staat of zoiets. Vandaar is dat. Ja, dat zegt het dan allemaal en dat zien ze dan ook wel in. Oké, bedankt Tom. En ook voor de vragen van het publiek. Dat was nog een vraag. Misschien een heel korte dan, dat we ons een beetje aan het tijdschema houden. Dus de laatste vraag. Moet je al vrij snel op plek of niet, of kan het ook afspringen naarmate het proces volgt?
Dus even kort herhalen, hoe voel je of wanneer voel je dat dat klikt met de klant? Als ik het kort samenvat. Hè? Ja, ik zal het kort op antwoorden. Ik denk dat ik, omdat ik al zo lang bezig ben, ondertussen ook zo een beetje een psycholoog ben geworden. En een schizofreen. Omdat je zo, schizofreen is in van je moet zoveel andere verschillende opdrachten doorheen doen. Maar wel, ik voel heel hard aan zo, bij mensen van, gaat dat hier klikken of gaat dat niet klikken? En eigenlijk komt dat altijd op hetzelfde neer bij mij. Wat ik graag heb, is als ze eerlijk zijn. Dat is eigenlijk heel simpel. Dat klinkt een beetje bond zonder naam, maar ja, dat is wel zo. Als je die eerlijk... we hebben zo vergaderingen gehad en dan zit er een label manager, een branding manager, een marketing manager. Ik snap die titels zelf al niet. Ik weet niet, maar volgens mij doen die allemaal een beetje hetzelfde. Maar ik snap dat al niet. Ik heb zoiets van, ja, maar zeg gewoon wie dat je bent en wat je doet. En ja, die gasten gaan ook naar het toilet, hè. Die zijn ook soms ziek. En die dingen. Dan denk ik ze van, ja, laat ons hier... Ja, maar evengoed als je met een Bart Peters moet werken, of ik werk nu met Melanie Di Biasio, die zangeres, dat is een beetje een beetje doordringt, dan is dat een heel plezante madame, gewoon heel rustig. Dus, maar ik voel dat denk ik wel direct aan, vrij snel, van is dat hier een match of niet. Oké, okay, zullen we het hiermee afronden? Tom, nog eens bedankt voor jouw uiteenzetting als ervaringsdeskundige, niet als expert. Nee. Of van de mensen thuis. Bedankt.